allemaal, welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag ga ik eens een heel andere video maken wat jullie niet gewend zijn van mij. Ik ga namelijk een What's on my phone video maken. Dus alle apps die op mijn telefoon staan, gaan jullie vandaag te zien krijgen. Ik heb een Samsung A70. Dus, let's go! Zo, dit is mijn beginscherm. Op het beginscherm staat altijd mijn uurrooster van mijn werk, hoe ik moet werken. Nu heb ik toevallig al tot 1 september mijn uurrooster. Maar normaal gezien heb ik het maar voor 1 maand ver. En dan krijgen we ergens rond de 6e van de maand ongeveer, krijg ik pas het uurrooster van hoe ik de maand erna moet werken. Maar het is omdat het nu congéperiode is en ook omdat iedereen wil weten of dat zijn congé goedgekeurd is of niet, krijgen we het al op voorhand. Dus bij deze heb ik het al iets verder op voorhand. Maar ik versta natuurlijk dat het voor jullie een beetje een chaos is natuurlijk met al deze codes. Dus ik ga even kort uitleggen tot hoe laat ik moet werken. Met welke code dan ook. 602, dat is van 10:45 tot 7:21. Een B is een dag verlof. 104 is dan 6:00 tot 4:30 in de avond. 105 is net hetzelfde, maar het is een andere functie. Wat zien jullie dan nog? Een 600 is dan 9:15 in de ochtend tot 7:45 in de avond. Ik heb dan ook nog een 601. En een 601 is dan 9:45 tot 6:06. Heb ik dan nog codes? Nee. Goed. Wat zien jullie dan nog? Telefoon, ja, jullie kennen het wel. FM, dat is een online webshop waar ik mijn flex, bijjob mee deed. En dat account heb ik nog altijd, maar ik ben wel gestopt met die bijjob. Berichten en camera. Dan, mijn apps. Ja, de standaard apps natuurlijk van Samsung en Google. Ja, jullie kennen het waarschijnlijk wel. Wat hebben we dan? Sociale media. Snapchat, Instagram, WhatsApp, Swarm, Pinterest, mijn Shopee, Nationale Loterij, mijn e-mails, Messenger en Facebook. Ik denk dat jullie ze wel ongeveer allemaal een beetje kennen. Ik denk niet dat ik ze moet uitleggen verder. Dan abonnementen. Tring, Yellow TV, mijn Proximus en Telenet. Ik denk dat jullie ze ook wel kennen. Ik zit met mijn telefoonabonnement zit ik bij Proximus en aangezien ik alleen woon, mijn huistelefoon, mijn tv en internet is via Telenet. Mijn bank is AXA en ING. Oh, een beetje met een kriebel in mijn keel. Mijn Payconic is super handig als je super vlug iets wil overschrijven naar een collega of naar een vriend of familielid. En Sodexo is mijn maaltijdchecks om te weten hoeveel ik er nog heb opstaan of niet. Dat ik niet voor verrassingen sta in de winkel. Shopping. AliExpress, Wish, Bol.com, Bonprix, Amazon ja. En Shein, ik weet dat jullie ze wel kennen. Muziek en downloads. Heb ik Zetge. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik ga dat even hier openen. Zetge is eigenlijk een... Ik vind dat zelf een leuke app. Je kan er ook voor betalen, maar ik doe dat niet. Maar ik heb veel opties zonder te betalen. Je kan daar foto's kiezen. Voor bijvoorbeeld op je achtergrond. Je kunt ze ook per categorie zoeken. En wat heb je dan nog? Je hebt ringtones en notifications. Dus ringtones. Ik zeg nu maar iets like dit. Dus je kan het eigenlijk gewoon zelf kiezen. Of de notifications. Zoek je iets specifiek, like dat ik hier al heel veel heb ingeduwd. En dan doe je opzoeken en dan vind je het ook.
Wat staat er dan nog in? Shazam, dat is als je ergens zit en je hoort een leuk liedje op de radio, maar je weet niet wie dat zingt. Je duwt op de app, je scant het bij de radio en de app gaat zelf uitzoeken wie het zingt en welke artiest het is. TikTok. Iedereen kent het wel. Dit is mijn TikTok. Voor de mensen die mij nog niet volgen, ik noem me Lindsay.Trimmery gewoon op TikTok. Dan heb je Deezer, dat is hetzelfde als Spotify. En dan heb je Fast Video, dat is voor ja, als ik een video op Facebook tegenkom en die wil ik downloaden, kan ik daarop duwen. En de Eminem app. Opslag. Heb ik nog Dropbox, Pocket en CleanMaster. CleanMaster is voor extra geheugen vrij te houden. Gewoon in je telefoon voor overbodige documenten dat je eigenlijk zelf niet gedownload hebt of zo te verwijderen. Dan werk. NoJobs, dat is voor flexijob te zoeken. Werkploegkalender is dus die kalender die je net op de achtergrond hebt gezien. En Benefits is dus een extra korting dat ze van het werk uit aanbieden. En dat kan ik daar allemaal terugvinden. Films. Ja, jullie kennen ze denk ik ook wel. De app van Kinepolis, VTM Go, Netflix en Disney Plus. Dan de handige apps. Layout is voor foto's, voor bijvoorbeeld 3 foto's in 1 foto te krijgen. Twinkly kan ik nu helaas niet open doen, want dat is een app waarmee ik mijn kerstlichtjes kan bedienen. Mijn paswoord is dus ja, een app waar ik al mijn paswoorden bewaar. Het is natuurlijk niet handig als heel je gsm zou crashen en het staat daar, maar ik vind het handig ook als je ergens bent en hebt een paswoord nodig, dan heb je het ook wel altijd bij de hand. Apparaat vinden, ja, ik kan dat nu ook niet openen, maar dat is, je geeft dan een melding. Bijvoorbeeld, als je in de app gaat, geef het een melding. Als je bijvoorbeeld je telefoon kwijt bent, duw erop. Welke telefoon of je tablet kan die ook vinden. Je duwt erop en dan ga je tablet of je hele gsm een geluidje maken. Zo kun je hem terugvinden. Translate, ja, jullie kennen het wel. Hoognood, ja. Het klinkt misschien heel raar, maar dat is voor als je heel dringend naar de wc moet gaan en je weet niet waar dat er een wc is. Je opent de app, je zoekt je op je locatie waar er een wc is en je vindt het. My Beepost is voor als ik een pakketje verwacht, weet ik waar het ergens zit en de radio. Dan een foto en video edit. Viva Video is voor ja, foto's te video's te bewerken of er een schoon themaatje bij te maken. Motion Sleep is voor een foto dat je hebt gemaakt te laten bewegen. Of een hele achtergrond, als je bijvoorbeeld zeg maar, pardon, buiten zit en je zou bijvoorbeeld extra zonnestralen op de achtergrond willen. Dat kun je allemaal doen met deze app. VLC is voor als je video wil afspelen op je telefoon, dan gaat het via dat. Fotoroom is voor als je een foto hebt met een, zeg maar, een lelijke achtergrond. Je kunt het volledig weghalen, die achtergrond, dat het gewoon wit is. CapCut is voor ja, video's te bij te knippen. Wat heb ik dan nog? Ik heb eigenlijk redelijk veel apps staan. YouTube Studio is om te weten hoeveel abonnees ik heb en voor te kunnen reageren als jullie een reactie plaatsen of te kunnen liken. Cube ACR, dat is voor, daar pakt hij al mijn gesprekken op als er iemand mij belt of een messenger stuurt. Allee, belt via messenger of belt via WhatsApp. Daar houdt hij al mijn gegevens, houdt hij heel het gesprek aan. Dat is wel een app om voor te betalen. E-mail app. Ja, mijn e-mails. SD Works. Dat is mijn online loonfiches. It's Me is ja, voor mijn online diensten aan te vragen. Als je bijvoorbeeld inlogt op de overheid. Kun je dat daar allemaal doen. Mijn Engels is niet zo goed, dus ik ga het niet uitspreken.
Want ik denk dat jullie dan heel veel gaan reageren van ja, dat is niet goed. Dat kruisje naast It's Me is mijn online doktersdossier. Daar kun je alles terugvinden. Als ik bijvoorbeeld zeg maar naar de dokter ben geweest voor een bloedtest, daar vind ik al het resultaat al voordat de dokter zeg maar gebeld heeft. Of moet ik onder de scanner zeg maar, of moet ik, weet ik veel wat, al de onderzoeken vind ik daar terug. Koppelingen delen, geen idee wat het is, want standaard op mijn telefoon nog nooit gebruikt. Takeaway is voor online eten bestellen. Ik heb dat nog eigenlijk amper, doe ik dat. Maar komt altijd een keer wel pas. Misschien dat ik het ene keer om de twee maanden of zo een keer eten bestel. Maar goed. Waze is een GPS, AR-zone. Nog nooit gebruikt. Stond ook standaard in mijn telefoon. Tips ook nog nooit gebruikt. Stond er standaard in. AR-emotion ook nog nooit gebruikt. Stond er standaard in. Canva is voor mijn thumbnails te maken op, op mijn YouTube-kanaal. ImoWeb is voor ja. Ja, huizen te zoeken of garages of iets dergelijke. TripAdvisor is voor als je ergens bent op vakantie of gewoon thuis en je wil ergens gaan uit eten of je wil op vakantie gaan, kun je het opzoeken en daar staan al de recensies erop. Drive is een extra opslagtermijn van Google. Google Play Films is voor als je films wil bekijken via Google account. VeriSure is het alarmsysteem van mijn ouders. Document voucher is voor als ik bijvoorbeeld een document heb gedownload op mijn telefoon in PowerPoint, Excellent, Word, PDF. Kan ik daar allemaal terug in vinden. Mobiele security is mijn antivirus op mijn telefoon. Foto's is, zeg zelf, foto's. Monitor je gewicht is om mijn gewicht onder controle te houden. En ook omdat je daar beter ziet, vind ik, hoeveel dat je vermagerd of verdikt bent. Wisselkoers is als je in het buitenland bent en je wilt het omrekenen van de euro naar de pond. Of van de euro naar de dollar. Of van de euro, weet ik. Dat was het, jongens en meisjes. Dat stond allemaal op mijn telefoon. Het was echt heel veel. Ik ben buiten adem. Ik ben het echt niet gewend om zoveel te babbelen. Maar goed. Vonden jullie het een leuke video? Vergeet dan zeker niet deze video een dikke like te geven. Te reageren in de comments mag ook altijd. En te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer terug.